Hallo, welkom bij 123 e-learning. En geeft u een technisch probleem, dan helpen wij u vandaag verder met dit onderwerp. En natuurlijk heb je ook al gezien dat onderaan ook van die pinnetjes aanwezig zijn. 012, dan 3 volt en ook GND. Wat bedoelen ze daarmee? Dat is ground, de massa van uw printje. En wat doen die pinnetjes daar onderaan? Want die zijn dus eigenlijk ook wel actief. En er zitten wel wat meer pinnetjes op dan dat je zelf beseft, hoor. Dus de grote lepjes, de 012, die kunnen we dus heel gemakkelijk gebruiken. Maar ook die fijne lepjes, die hebben ook wel een functie. Nu, bij de versie 1 konden we die sowieso al gebruiken. Dat was geen probleem. Maar bij de versie 2 zitten er meer mogelijkheden achter deze lepjes. En deze keer moet je dus wel zeggen wat ze moeten doen. En we zullen lepje 1 instellen op een capacitieve mode. Wat zou dat allemaal moeten betekenen? Wel, eerst en vooral gaan we naar geavanceerd. Scroll je naar beneden, dan zie je dat die pinnen staan. En wanneer dat we pinnen zien staan, dan moet je, ja, het zit een beetje ver weggestoken, gaan we dus bij meer gaan kijken. En als je bij meer kijkt, dan zie je een bepaald moment dat je die pinnen op capacitief kunt zetten. Dus dat is eigenlijk een laatste uitbreiding die men daar gedaan heeft. Als je die capacitief daarin sleept, en misschien best bij het opstarten van eerst gezegd van kijk, we gaan pin 0 instellen op capacitief, dan betekent dat er daar eigenlijk een kleine lading van elektriciteit op dat pennetje staat, of op dat lepje staat. Wanneer dat je nu de massa en de grondwaarde, dus de GND, vastneemt, dan plotseling verdwijnt die kleine lading richting de GND. En daardoor weet uw microbit dat je dus het lepje aangeraakt hebt. Als we dan dit bekijken in een programma, dus we gaan hier kijken wat dat er allemaal gebeurt. Bij het opstarten houden ze P0 gaan instellen als capacitief. En vanaf nu kun je ook weer acties gaan koppelen. Dus we vragen dus bij de input, vragen we dus voor de P0 als die aangeraakt wordt. En we hebben gezegd, die mogen we bekijken als capacitief. Dan zeg ik, voilà, toon eventjes het nummer. En ja, dus ook bij pinnen kon je dus ook vragen, wat is de analoge waarde eigenlijk die daar uitgelezen wordt. En dan kun je die analoge waarde gaan tonen op het scherm. Dus eigenlijk als je het vastneemt, kan je ook zien wat is eigenlijk de waarde dat die pen werkelijk leest. Wat ziet gij? En ik heb wel ondervonden dat er een klein probleempje is. Dan schakelt hij eigenlijk die capacitieve functie uit. Niet in de simulatie, maar wel in de werkelijkheid. Dus daar moeten we een trucje voor toepassen. En in diezelfde modus, wanneer hij de pen aanraakt, zet ik onmiddellijk erachter opnieuw dat ik pin 0 instel op capacitief. En je zal zien dat in dit geval het zaakje dus effectief reageert. Dus wanneer je nu kijkt en je raakt hier de pin aan, dan zal hij dus een waarde tonen. Dus dat betekent dat er iets binnengekomen is. Is die waarde capacitief groter, hebben we die harder vastgenomen, dan zal hij daar een verschil meten. En dan zo kunnen we ook de pinnen onderaan gebruiken. Dus niet alleen de toetsen op je printje zelf, die als A en B, de drukknopjes, A en B, en het logo tegenwoordig is ook al capacitief. Dus dat kunnen we allemaal al sowieso inlezen, maar nu hebben we ook toegang tot die knopjes onderaan, en, of die lepjes onderaan, en dan kunnen we dus massas andere zaken mee doen, want we hebben van die plug-in groefjes waar dat we kunnen onze microbit insteken, zoals bij het robotje en de Kidtronic Lab. En dan opent er opnieuw een hele wereld. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk mag u ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.